Ik vertegenwoordig de Fietsersbond, vrijwilliger in de regio Haarlem. Ik heb gemeten in Zuid-Hondo. En betrokken bij Noordwesten natuurlijk vanaf het begin. Ja. Dit is gesloten en gedeeld 5 jaar geleden. Gaat iedereen mee? Nu wel, 5 jaar geleden, de ruststand van de gemeente Bloemendaal, er is niks. Je kunt er zelfs geen ijsje kopen en het is ook voor het weer. Het ziet er heel stil uit, omdat heel veel ruimte is. Maar als we de volgende foto's gaan zien, hoe populair hoe populair het bij fietsers is. Hier is de stalling hartstikke vol. In de volgende plaatje zie je dat het ook de natuurgroep wat helemaal vol is. En de volgende plaatje schoon, kortom, een aantal plaatsen populair stond en deze recreatie, die werd dus, daar werd een kruisloop gezet door het RIVM, omdat het een Noordwesten Natuurkern voorrang kreeg. Kathedraal moest wijken voor het zuidproject van het RIVM en ook het fietspad achter de zeeregels moest daarbij verdwijnen. En als fietspad hebben we ons hier tegen verzet. We kregen bij steun van de politiek in Bloemendaal en van het college van dit is we gaan er eentje terug. Dus met rood is aangegeven wat er moest verdwijnen. De strandslag bij Kattendel en het fietspad wat met rode kruisjes is aangegeven. Uiteindelijk tot een deal waarbij de gemeente Bloemendaal vergunning verleende voor het verplaatsen van Kattendel en het BWN het fietspad handhaven. Volgende plaatje. Met een subsidie uit Europa werd 220.000 kubieke meter zand verwijderd voor de aanleg van 5 sleuven. Bij het Rode Kruis ligt het potentiële conflict tussen tuinen en fietsers. De onderste sleuf, de 5e sleuf, dat is de plek waar nu ook de nieuwe Kattendel ligt. Voor volgende plaatje. Sleuf 5, waar Kattendel ligt, ziet er in het begin nog heel erg liefelijk uit. Een flinke afstand tussen tuin en fietspad. En op het volgende plaatje zie je wat er gebeurde na de zomerstorm van juli 2015. Het zand dat werd opgestuwd en heeft al een paar jaar gelegen. En wat kun je nou doen? Je kunt het zand tegenhouden of je kunt het weghalen. Op het volgende plaatje zie je dat het te voet nog wel begaanbaar is. Het volgende plaatje geeft aan dat fietsers moeten duwen. Als je als vakantie fietsen met volle verpakking van langs moet, is dat niet erg prettig. Je ziet ook dat de fietsen zijn eigen olievlokkenpaardje genereert. Dus er zijn 2 oplossingen, tegenhouden of weghouden. Het volgende plaatje zie je een voorbeeld van tegenhouden. Dus het fietspad ten zuiden van Zandvoort ligt in de Maan van de Slag. Het beheer bij de provincie die heeft daar op kritische plekken een bording geplaatst waardoor je rustig door kunt fietsen. Het plaatje hierna is dan weer op de plek. PWN heeft eigenlijk in juli het zand weggehaald, waardoor het dan weer bereikbaar werd. Het volgende plaatje te zien dat het weer goed bereikbaar is, om in ieder geval tijdens het toeristenseizoen daar last te kunnen fietsen. Sterker nog, dat fietspad is tot op de dag van vandaag bereikbaar gebleken na je NV-actie. En sterker nog, afgelopen zondag na de storm is het helemaal schoon geweest zelfs. Op de wind kan ook nog wel eens een gunstig effect hebben. Dat leidt tot de conclusie dat de nul optie voor het conflict fietspad dan een duin bestaat uit 2 keer per jaar zand vrijmaken van het fietspad. Na de winter voor het ploegseizoen en na het ploegseizoen voor de zomer. Maar jullie mogen op zoek naar meer creatieve oplossingen en ik laat me graag verrassen.